Dirk van Michum, een 0-3 zege op bezoek bij je NVV. Ja, een heerlijke avond volgens mij. Ja, absoluut. Als je de eerste helft ziet, hoe we spelen, hoe snel we eigenlijk op voorsprong komen. Volgens mij binnen 10 minuten 2-0. Ja, dat maakt het natuurlijk wel een stuk lekkerder. We gingen iets verdedigend iets terug en creëren daarmee eigenlijk onze eigen ruimtes. En daar valt denk ik de 3-0 uit. Goede omschakeling, goede bal van Jort. In de tweede helft spelen we absoluut niet sprankelen, maar we controleren de wedstrijd denk ik volledig. En, ja, als je ziet wat we hebben weggegeven vandaag, dan is dat een groot compliment naar het team. Is dat ook de kracht van deze ploeg? Je geeft eigenlijk bijna niks weg. Het is echt een zorgeloze zege wat dat betreft. Ja, nee, daar hebben we ook weer na de wedstrijd tegen Telstar uiteraard weer heeft de trainer daar flink op gehamerd. Als wij eenmaal op voorsprong staan, dan moet die nul in ieder geval gewoon heilig zijn. En ja, liever de bal het stadion uit dan nog even proberen het voetballend op te lossen. Dus ik moet zeggen dat we ons daar aardig aan gehouden hebben vandaag. Nou, voor jou persoonlijk ook wel een lekkere avond, denk ik. Je was bij alle doelpunten betrokken. Ook de samenwerking met Jort van der Sanne, die ging vandaag ook erg goed. Ja, nee, zeker. Jort is een speler die veel in de diepte loopt. Die daarnaast ook oog heeft voor mijn diepte. Dus die samenwerking is lekker. Ik ben blij dat hij de corners erin kopt af en toe. Daar is hij wel ook heel gevaarlijk in. Dus dat verloopt goed. Dan nu een ongeslagen race van 6 wedstrijden. Volgende week nog 1 wedstrijd voor de interlandbreak. Het zou toch heel lekker zijn als je die ongeslagen reeks dan doortrekt? Ja, dat moeten we gewoon. Thuis tegen Os moet je op voorhand, net als de wedstrijd tegen Telstar, moeten we er gewoon bovenop zitten en moeten we gewoon de 3 punten gaan pakken. En, ja, we hebben goed geleerd van de wedstrijd tegen Telstar. Net zoveel kansen creëren, scoren. Vandaag waren we een stuk effectiever. En net zoals vandaag zo weinig weggeven, dan moet het goed komen. Dan zo in de bus ruim 2 uur naar huis. Gaat er dan een klein feestje gevierd worden? Ja, misschien rustig aan. Misschien dat als we een goede teammanager hebben, dat hij dan een klein biertje voor ons regelt. We hebben net vrijgekregen morgen, dus dat moet wel kunnen.